Beste kijkers en luisteraars, we hebben weer een nieuwe vraag binnengekregen. Een vraag die gaat over het huishouden. Hoe kan je nou je kinderen motiveren om hun steentje bij te dragen in dat huishouden? Dat vraagt Marianne. In mijn ogen kun je hier niet vroeg genoeg mee starten. Want hoe langer je daarmee wacht, hoe vanzelfsprekender het eigenlijk wordt dat ma en pa alles wel eventjes doen in het huishouden. Een goede start is te vragen of kinderen het fijn hebben thuis. En dan te benoemen dat dat ook komt omdat bepaalde dingen nu eenmaal opgepakt worden. Het is ook van belang om de talenten en interesses van kinderen te bevragen en dit samen met je kind te koppelen aan taakjes die in het huishouden gedaan kunnen worden. Ten slotte is het belangrijk om op goede momenten complimenten uit te delen aan je kind voor het uitgevoerde taakje. En om de routine echt warm te houden, is het goed om af en toe te evalueren. Net als op het werk eigenlijk. Zou je nou meer inspiratie willen opdoen om dit thema aan te pakken in de opvoeding? Dan kun je luisteren naar de podcast die wij hebben gemaakt met Pedagoogs Verantwoord. Over straffen en belonen, aflevering 4. En over driftbuien bij peuters, aflevering 11. Nou, hopelijk heb ik jouw vraag enigszins kunnen beantwoorden, Marianne. Veel succes met dit voor heel veel ouders moeilijke thema.